Hoi, ik ben Doreen van Tode Ronde Natuurlijke Huidspecialisten en ik laat je in dit filmpje zien hoe je de Stone Crop Cleansing Oil van Eminence Organic Skincare gebruikt. Dit is eigenlijk altijd stap 1 in je huidritueel, reinigen. Je brengt 1 à 2 pompjes aan op je handpalm. Mag je een beetje water toevoegen, zodat het product zich wat beter verdeelt. En dan ga je het eigenlijk gewoon lekker in masseren over de huid. Je mag dit ook gebruiken voor je oogmake-up eraf te halen. Dit is een olie die eigenlijk meerdere functies heeft. Hij reinigt, maar hij heeft ook een ontgiftende werking op de huid en een verhelderende werking. Dus hij vermindert ook pigmentvlekjes. En hij hydrateert en verzorgt de huid ook meteen. Deze masseer je gewoon lekker in. Normaal ga je nog iets langer door, maar ik stop nu iets eerder. Dan pak je lekker een nat washandje of een compressdoek, net wat je fijn vindt. Je mag ook pads gebruiken. En dan haal je de olie er weer af. Hierna ga je eigenlijk door met stap 2 van de reiniging. Dit kan een milk zijn, een foam of een gel wash. En dan is je huid eigenlijk pas helemaal zuiver. Ik vergelijk het altijd met dweilen. Als je je vloer dweilt, doe je dat ook altijd 2 keer en ga je ook niet maar 1 keer over een plekje. En zo geldt dat ook voor de reiniging van je huid. Dubbele reiniging is gewoon het beste. Oké, dankjewel voor het kijken. Doei!